Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, gedenkt vandaag haar 57-jarig bestaan. De herdenking van morgen was middels een mini-gezondheidsbeurs met als thema voorkomen is beter dan genezen op het AZP-terrein. Op de beurs waren verschillende afdelingen vertegenwoordigd waar de bezoeker terecht kon voor veel meer informatie. Er was veel informatie over diëtiek, gynaecologie, diabetes, prenatale zorg, hartfalen en nog veel meer. Fausha Poese, medisch onderdirecteur van het AZP, gaat in op het belang van de organisatie van deze minibeurs. Om op die manier een beetje terug te geven naar de gemeenschap. Dus AZP trakteert op die manier naar de gemeenschap toe. En die beurs is dus bedoeld om informatie naar de gemeenschap toe te brengen. Informatie over het voorkomen van ziekte. Hoe kunnen we ziekten voorkomen? Want je weet, het is een moeilijke tijd. Je wil liever hebben dat mensen niet ziek worden. En om niet ziek te worden, om gezondere leefstijl op na te houden, heb je informatie nodig. Hoe kan ik het doen? Hoe kan ik iets beter doen? Hoe kan ik het anders doen? Dus informatie daarmee heeft AZP gemeend om die minibeurs te organiseren. Verder konden bezoekers gratis terecht voor bloeddruk- en bloedsuikermetingen, diabetesvoetcontrole, oogmetingen en het opmeten van hun BMI. Het jarige AZP is tevreden met de opkomst van de bezoekers aan de beurs. Een zeer geslaagd evenement, meent Poese. Ook internet was aanwezig en die bood wat producten aan die dus gezondheidsbevorderend werden. Bijvoorbeeld producten als vitamine C. Hoe noem je dat? Verschillende sapsoorten en zo die dus bloeddrukverlagend, suikerverlagend werken. Verder was ook nog ons ombudsbureau aanwezig. Dat is om aan de gemeenschap toe de informatie te verstrekken van je mocht er iets zijn, maak je iets mee in het ziekenhuis, ben je niet tevreden, heb je een klacht, dan kun je altijd naar het ombudsbureau stappen. Dus zo is er getracht om door middel van verschillende informatiestations informatie naar de gemeenschap te brengen. Er was ook een station over ouderenzorg, eentje met het belang van zwangerschapscontroles, de prenatale zorg. Dus op die manier is er getracht om de gemeenschap een beetje bewuster te maken van preventieve dingen. Dingen die je kan doen om niet ziek te worden of verder verergering van je ziekte te voorkomen. Poese is van mening dat in de 18 jaren dat zij deel uitmaakt van het AZP, het ziekenhuis is gegroeid in het aantal diensten dat wordt aangeboden en met verschillende afdelingen die bij zijn komen kijken. De medisch onderdirecteur drukt de Surinaamse gemeenschap op het hart goed op zichzelf en hun gezondheid te letten.